Ja, nou ja, het is zo dat blijkbaar het in Nederland zo werkt dat je alleen maar aandacht krijgt als je tractoren voor de dag haalt. Dus vandaar dat we gedachten van, nou dan zetten we er ook een paar tractoren bij. Dit zijn onze eisen en dit zijn de eisen die wij straks gaan overhandigen bij VNO-NCW. Ze hebben dus drie eisen. De eerste eis is dat de tijdelijke maatregel van een vervroegd pensioen blijft. Daarnaast willen ze dat het bedrag dat je belastingvrij kan sparen omhoog gaat. Tot slot willen ze dat de bouwsector zelf bepaalt wat zwaar werk is en wat niet. Het is verder zo dat je in die rollators en die rolstoelen, die staan eigenlijk een beetje een model voor mensen die gewoon op hun 70ste nog op een bouwplaats moeten staan. Je kunt je natuurlijk niet voorstellen dat iemand in een rollator nog een dak gaat bedekken. Dat is wel de situatie waar we het over hebben. Als deze regeling verdwijnt. Zo ziet Wilco ook in zijn omgeving mensen die kampen met lichamelijke problemen door het werk wat ze doen. Nou ja, ik kan wel een concreet voorbeeld geven. Ik ken een stucador van een jaar of 35. Die jongen heeft nu al last van zijn schouders. Als hij nog 30 jaar door moet gaan, hij loopt nu al bij een fysiotherapeut, dan gaat hij niet gezond zijn pensioen halen. En om voor dit soort voorbeelden op te komen, overhandigen zij hun eisen aan de VNO-NCW. Ook wel het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. Dit is een organisatie die belangen behartigt van het bedrijfsleven in Nederland. Ik heb een pamflet gekregen waarop zeg maar de eisen staan met een QR-code ook. Wat zij belangrijk vinden waar aandacht voor moet komen. En ik heb ook gezegd toen ik dit overhandigd kreeg dat ik ongelooflijk blij ben dat ze hier aandacht voor vragen. Want wij staan niet tegenover elkaar, maar we staan naast elkaar. Want wij als werkgeversorganisatie vinden ook dat er aandacht moet zijn voor zware beroepen.